Ja, aan tafel vier waterschappers. Ik begin aan mijn linkerhand, Chris Vrezen. Mijn naam is Chris Vrezen, ik kom uit Groningen, Westerkwartier om precies te zijn. En ik ben lijsttrekker voor het waterschap Noorderzeilvest. Naast hem Anton van Straten. Ik ben Anton van Straten, ik kom uit Gelderland, Tiel precies te zijn, waar ook het kantoor van het waterschap in Wiereland is gevestigd. En ik ben algemeen bestuurslid. En ook lijsttrekker? Niet lijsttrekker. Omdat? Omdat ik lijsttrekker ben voor de Provinciale Staten. Kijk, wij gaan naar de volgende. Jacques Arends. Ja, ik ben Jacques Arends. Ik ben bijna 8 jaar algemeen bestuurslid fractie 50 plus bij het waterschap Limburg. Ik ben van huis uit monetair econoom, dus ook een beetje thuis in de financiën, ook bij de waterschap uiteraard. En ik doe dit werk met heel veel plezier, moet ik zeggen. En naast hem, Adriana Hernandez. Ik ben fractievoorzitter van de fractie van 50 plus in het waterschap Ayen Maas. Net zoals mijn collega van Limburg, mijn tweede periode, bijna 8 jaar. En mijn laatste periode op dit moment, omdat ik kandidaat nummer 3 voor de Provinciale Staten ben. Ik wil graag beginnen met de stelling: waarom zijn waterschappen zo belangrijk in Nederland? En tweede is: waarom zouden mensen moeten gaan stemmen op de waterschapsverkiezingen, tijdens de waterschapsverkiezingen? En waarom op jullie? Dus ik wou deze keer aan de linkerkant beginnen. Waarom zijn waterschappen zo belangrijk? Ja, wij vinden waterschap belangrijk dat iedereen voldoende en veilig water heeft. Allemaal. Verder zijn wij van mening dat wij tweepersoons huishoudingen niet moeten laten betalen voor 3, zoals het nu het geval is. Dus we willen de kosten zo laag mogelijk houden. Want heel veel mensen zijn getrouwd en hebben kinderen, de kinderen zijn de deur uit, zijn ze met z'n beiden over en dan moeten ze opeens in plaats van 2-persoons huishouden, 3 voor 3 betalen. Dus dat willen we terugdringen. De kosten zo laag mogelijk houden. Waterschappen zijn belangrijk, hè? In ieder geval voor de droge voeten. Heel belangrijk nu ook bij het hoogwaterbeschermingsprogramma. Grondwaterstanden, grondwaterpeil. Hè? We hebben het ook gezien wat er gebeurt bij gaswinning. Ook hele lage waterstanden. Funderingen, houten palen die verrotten. En waarom ze zouden moeten stemmen. En met name op 50+. Ik ben zelf algemeen bestuurslid. En het is mij opgevallen dat er heel weinig partijen zijn die echt voor de burger gaan. Er zitten heel veel geborgde zetels. Nou, voor bedrijven gaan die weg, daar maak ik me ook zorgen over. Want dan heb je wel boeren-burgerbeweging en dat zit ook weer bij die boer. En als we niet voldoende stemmen hebben om de burger te vertegenwoordigen, dan heb je echt het probleem dat we in ieder geval niet... straks dat de vervuiler gaat betalen, hè, zoals het in de milieuwetgeving staat, dat dus ieder vervuilingseenheid gaat betalen en niet meer 1 of 3. Ja, wat moet je daar nog aan toevoegen? Water is alles. We hebben te maken met de nodige problemen uiteraard bij hoogwater. Ik ben zelf 2 keer geëvacueerd als gevolg van de hoogwaterstanden in Limburg. Ik ben AB-lid van het waterschap Limburg, dus wat dat betreft nodige ervaring. Water is onze vriend en is tegelijkertijd onze vijand. En daar dient een evenwicht in te komen. En de punten die mijn collega's onderschrijven, die heb ik ook persoonlijk ervaren. Dus wat dat betreft denk ik gewoon dat voor ons 50 plus een belangrijke bijdrage kan leveren aan deze elementen. Daar komen we straks graag op terug. Adriaan. Ja, vanuit het waterschap Ayen Maas vinden wij heel belangrijk veiligheid. Wij hebben dijken, we moeten zorgen dat we veilig zijn. Maar ook waterkwaliteit. Wij willen dat onze inwoners kunnen vertrouwen dat het water in onze rivieren en onze grondwater staat gewoon goed kwaliteit en bruikbaar is. Maar ook op dit moment hebben wij nieuwe uitdagingen. En dat droogte. In Nederland praten wij altijd over droge voeten, maar tegenwoordig praat ik ook over natte laarzen. Er moet een balans komen in het waterpeiling
dat wij altijd voldoende water hebben, maar ook dat wij voldoende water kunnen vasthouden. En dat is een nieuwe uitdaging waarom het waterschap zo belangrijk op dit moment is. Water is een energiebron. Is water ook als energiebron belangrijk voor de waterschappen? Ik wou graag even bij Jacques beginnen. Jacques, is dat zo? Dat is het zeker. Dus het kan op twee manieren. De eerste is aquathermie. Dat is zeg maar een warmtepomp die gebruik maakt van temperatuurverschillen vanuit het water. Dat staat nog in zijn kinderschoenen. Maar hier ligt een belangrijke uitdaging. Ook bij Waterschap Limburg werken we op dit moment aan de mogelijkheid om dat te gebruiken. Een tweede vorm is waterkracht. Dat zou fantastisch zijn. Alleen hier ligt denk ik een gigantische opgave, een hele interessante uitdaging. Je hebt drijvende centrales die elektriciteit produceren. Maar wat je ook kunt doen is het plan Lely uitvoeren. Dat kan niet in Limburg. Dat moet je doen bijvoorbeeld in de Markermeer. Of je zou dat kunnen toepassen op zee. Wat houdt dat in? En dan kom je op een terrein waar denk ik een heel interessant punt zit. Namelijk het gebruik maken van windenergie in combinatie met de val van water. Hoe doe je dat? Je maakt een dijk in zee, een grote dijk in een cirkel. En je legt in die dijk ga je als het ware een situatie creëren waarbij je het water uit dat de kunstmatige meer gaat halen. Als je dus een centrale hebt, ga je dat water eruit halen. En dan, hoe doe je dat? Door middel van, en dat zit je dan aan de rand, door middel van windmolens. Dat is de beste manier. Die halen dat meer leeg. En op het moment dat je dus voldoende waterverschil hebt tussen het ene meer en het andere, dan laat je het water van de zee weer erin pompen. Waarom doe je dat? En nou kom je denk ik aan een heel groot probleem waar we in Nederland heel makkelijk aan voorbij gaan. En dat is dat er geen grootschalige energieopslag is. Iedereen roept windmolens, zonnepanelen, dat is allemaal fantastisch. Maar op het moment dat er geen zon is en geen wind is, valt alles stil. Dan hebben we gewoon geen energie. En dan zullen we de kolencentrales die we dus nu hebben, overigens door D66 destijds in Nederland geïntroduceerd, dat vergeten we even snel. Maar daar zit het probleem dat we niet in staat zijn onder de huidige omstandigheden een methode te ontwikkelen waarbij we de stroom continu beschikbaar hebben. Is dit een taak van het waterschap? Dit zou een heel interessante taak kunnen zijn voor het waterschap, niet voor Limburg, want wij hebben die mogelijkheid niet, maar voor een ander waterschap, bijvoorbeeld in de buurt van Groningen of Friesland, zou je zo'n installatie kunnen bouwen waarbij je continu elektriciteit beschikbaar hebt. Anton. Maar Jacques, even voor mijn kennis dan. Wij hebben in Limburg twee gigantische stuwen waar ik iedere dag bakken met water in zie. Ja. Zou dat niet met turbines uitgerust kunnen worden? Ja, nou kom je op een heel moeilijk terrein. En dat is namelijk dat als je daar turbines zet, dat zijn lage drukturbines, dan ontstaat de situatie dat de vissen vermalen worden. Klopt. En dat is echt een probleem, dat is niet op deze manier op te lossen. Dat gaat niet. Maar er zijn prachtige watertrappen hier bij Limburg en ook bij Linnen en daar is een prachtige centrale. Ja, zeker, die staat er. Ja, okay. Dat klopt. Dat is een persoon. Energie en water, Adriana. Ja, wij hebben nu net over de taken van het waterschap gesproken. En energie is geen taak van het waterschap. Dat moeten wij heel duidelijk zijn. Dat wij verplicht zijn, ook door alle internationale regeling en nationale regeling, om energie-neutraal te worden in 2030, 2050. Ik denk dat elke waterschap in het land doet dan mee. Maar dat moet niet zo zijn dat het waterschap een energiebedrijf gaat ook worden. Want dat is ook absoluut niet de bedoeling. Toch, met water kun je energie ook genereren in verschillende manieren. Hier werden een paar al benoemd. Maar
voor mij is heel belangrijk dat wij dat niet vergeten, dat wij moeten als waterschappen alleen maar voor onze eigen energie zorgen om neutraal te worden. Nou, dat is een hele belangrijke. Anton heeft een vraag. Toch? Ja. Oh, sorry. Ik wil er wel even op reageren. Ik hoor allerlei leuke zaken. Adriana, die raakt al, denk ik, de juiste toets. Hè. Het waterschap, die heeft eigen taken. Hè. Dat is in ieder geval het grondwaterbeheer. En het keren van het water en zorgen dat we droge voet houden zijn een van de belangrijkste taken. En de zuivering van het stedelijk afvalwater. Ja. Om op een energieproject te stappen, dan is het echt voor de eigen energie-neutraalheid. Want ik hoor ook het grondwater als kans voor energie, dat klopt. Maar dat is een provinciale taak, hè, voor de warmte-koude opslag. Daar hebben we ook niet zo heel veel mee. Maar als we echt gaan kijken naar de kansen in Nederland om dit soort projecten te doen, daar hebben we niet de ruimte voor. Hè? Want er is echt over nagedacht, er zijn studies over gemaakt. Ook bijvoorbeeld het vasthouden van het water. Nationaal zijn we altijd bezig geweest om water af te voeren. Dat moest heel snel gebeuren, ruimte voor de rivieren. En nu zien we dat we een probleem hebben, dat we het water ook moeten vasthouden. Nou, daar kan je eventueel stuwmeren voor aanleggen, zoals in Duitsland. Alleen in Nederland is die ruimte er niet. En dan moet je echt naar andere oplossingen toe. Nou ja, als ik de regering hoor, dan moeten er een heleboel boeren vertrekken. Dan kan je toch mooie meren van maken, of niet? Nou, dat zijn denk ik de maatwerkoplossingen. Van hoe hou je bijvoorbeeld het water langer vast in het land? Voer je het niet af? Je ziet bij heel veel waterschappen goede initiatieven ontstaan door bijvoorbeeld de lokale terreinbeheerders, de boeren, die gewoon eigen sluisjes aanleggen, die zelf waterbeheer doen in de sloot. Hè? En ook proberen gewoon zo lang mogelijk het water vast te houden. Nou, de gemalen, zeg maar, de poldergemalen, die zijn daar ook weer op afgestemd. Dus je ziet een heel dynamisch waterbeheer ontstaan. Anton, als ik jou goed begrijp, dan zie jij geen rol voor de waterschappen in de energiebeheer. Nee, dat zie ik absoluut niet. Hmm. Geen rol in de aquathermie? Nou, wat ik al zei, hè, de vergunningverlening en de taken die zijn bij andere overheden belegd en niet bij het waterschap. Ja, zou dat dan bij de Provinciale Staten horen? Waar hoort het dan wel terecht? Ja, precies. Ja, dat is precies wat ik wil zeggen. Ik denk dat het niet met Anton eens, hoor, wat hij daar zegt. Kijk, waterschap heeft wel degelijk te maken met energieopwekking. Ja. We hebben een golfslagbeweging, daar kunnen we aan meewerken, aan waterschap. En Jack zei zoiets net over die dijken en de Noordzee. Maar we hadden een prachtig Markermeer. Hè, en daar zouden we met windmolens die capaciteit over hebben, het Markermeer volpompen. En als het windstil was met turbines, weer leeg laten lopen, zodat we een constante stroom van elektriciteit hadden. Maar het Markermeer is door natuurorganisaties geclaimd om daar een paar eilanden in te leggen. En die mogelijkheid is nu weer weg. Ik heb dat nooit begrepen. Ik wou toch even inzoomen op de ramp die vorig jaar hier heeft plaatsgevonden. Juli, ja. Juli 2021. Ja. Vergeet ik nooit meer. Hoe is de afwikkeling daarvan en wat misschien voor de kijker wel interessant is om te weten, wat voor maatregelen zijn er nu genomen om zo'n dergelijke ramp, hè, ook een ramp voor mensen, als we naar Duitsland kijken wat er allemaal kan gebeuren, is het ook nog dat ik denk dat Limburg door het oog van de naald is gekropen. Ja. Wat gaat er op dit moment gebeuren om zo'n ramp te voorkomen de volgende keer? Ja, dan moet ik even aangeven wat er nou precies gebeurd is. Dat is natuurlijk wel belangrijk. De data die staan bij mij gegrift, zou ik haast willen zeggen. Omdat ik er zelf ook last van gehad heb. Mijn kelder is ook onder water gelopen. Niet helemaal gelukkig, maar wel de nodige ellende. Je moet je zo voorstellen, er waren twee grote problemen. Het eerste was 29 juni, waarin een regenbui ontstond die niet weg wilde. Die bleef gewoon hangen. En een regenbui die blijft hangen vanwege windstilte, ja, die gaat ze helemaal los. En het gevolg daarvan was dat de grond en alles eromheen totaal verzadigd waren. Ik heb het nou over Zuid-Limburg.
Tegelijkertijd, dat was 2 weken daarna, 14 juli, ontstond de situatie dat er een enorme golf water van de Maas kwam. Vele malen hoger dan iemand ooit had kunnen bedenken. En tegelijkertijd hoosbuien in, laten we zeggen, het Duitse gedeelte, waar de geul vandaan komt. En de afwatering richting Roer. Dus 2 grote beken, watervoerende lagen, die kwamen met gigantische hoeveelheid water aan. Nog nooit eerder vertoond. Hmm. Er is niemand die ooit herinnering heeft dat dit ooit plaatsvond. Hmm. Toen ontstonden 2 situaties. Bak water van de Maas. 3300 kuub per seconde. Zitten jullie even stil. Dat daar aankwam stormen. Tegelijkertijd ontstond de geul die zijn water niet kwijt kon. En aan de andere kant de Roer, even verderop naar het noorden, vlak in de buurt hier, in Roermond, die eveneens in diezelfde problemen zat. Ja, ik heb ook staan hozen hoor, bij mijn zoon. Ja. Ja, dus wij hebben in het zuiden, ik pak even de geul als voorbeeld, ik kan ook de Roer hetzelfde vertellen. Maar bij de geul is het zo dat er 5 doorlaten zijn, dat heet een sifon, onder het Julianenkanaal door, moesten water aan de andere kant kwijt. Andere situatie was dat een gedeelte daarvan dicht zat vanwege slip en dikke lage klei die daaronder vast zaten. Zuid-Limburg is klei, hè, lus. Dat zat vast, waardoor de doorvoer belemmerd was voor een groot gedeelte. En nou, toen ontstond de situatie dat de geul zijn water niet kwijt kon. En dat was maar 1 situatie, naar links en naar rechts en alles liep onder water. En maar bij mij op de stoep stond het ook en kwam bij mij in de kelder. Ja, maar nu even naar de oplossing. Ja. Wat gebeurt er op dit moment om dat te voorkomen? Nou, en hoe wordt dat betaald? Ja, Deltares heeft een uitgebreide analyse toegepast. Eind deze maand, dat moet over een paar dagen binnenkomen, is het definitieve rapport beschikbaar. De jacht is geopend op het laag fruit, want dat is natuurlijk het eerste doen. Hè? Activiteiten die je uitvoert en geen extra inspanning kosten, die moet je natuurlijk altijd als eerste doen. Waar ze nu op dit moment mee bezig zijn, ik pak het maar als voorbeeld, is het aanleggen van een houtopvang in de geul. Dus al het vuil wat aankomt drijven, dat is een logisch proces, wordt opgevangen daardoor en komt dus niet meer onder die sifon. Maar dat is maar een heel klein oplossingje van het totale probleem. En wat is nou het cynische van het hele verhaal? We hebben nu een waterrobuust programma. Dat staat, dat moet verder ontwikkeld worden. Dat is niet klaar. Dat moet nog helemaal opgebouwd worden. Van 1,2 miljard. 600 miljoen waterschap, 600 miljoen het Rijk. En de rest wordt aangevuld door de provincie. Maar dat programma moet nog helemaal opgezet worden. Zo. En, maar dat is een standpunt van 50 plus, de regie ontbreekt. Over welke periode is dat, zo'n 600 miljoen? Daar zijn we zeker 10, 15 jaar mee bezig. En hoeveel kans is er dat het weer gebeurt? Want er zijn wel een paar omstandigheden die toevallig bij elkaar kwamen. Maar dat was in 1953 met de februari ramp ook zo. Chris, het kan morgen, dat is de dramatiek van deze hele zaak, het kan morgen weer gebeuren. Ja. En het drama is dat je roept dat het als de donder aangepakt moet worden. Ja. Maar de praktijk is heel weerbarstig. Er is een commissie gevormd, een stuurgroep gevormd, waar burgemeesters in zitten. Nou, prima allemaal. Maar wie heeft de regie in het hele proces? Denk je niet een beetje dat dit gevolg is van de trage, treuzelpolitiek van deze regering? Gedeeltelijk. Ik denk dat je niet al de schuld 100% aan neer kunt leggen. Het heeft ook te maken met de complexiteit. Het is een heel complex probleem. Hier in de Roer precies hetzelfde als in de geul. Het, ja. Het probleem is dat het zo immens groot is. Dat ik je zie niet het gecompliceerder bij jullie in Limburg als bijvoorbeeld bij ons in het noorden. Wij krijgen natuurlijk te maken met dat de waterstand omhoog gaat. En dat we de zeedijken omhoog moeten doen en dat we door technologische vernieuwing hele schuine zeedijken met een speciale kleilaag aan proeven aannemen zijn.
Maar ja, dat is heel wat anders daar in Limburg, want wij zien dit langzamerhand gebeuren. Dat klopt. We hebben al bekkens gemaakt om het water dat er te veel is op te vangen. Dat hebben jullie nog niet, maar is het ook nodig? Want als het maar één keer in 100.000 jaar voorkomt, maar jij zegt het kan nu vaker voorkomen. Ja, sorry Chris, dan moet ik toch even de boel even rechtzetten. In 1993, hè? Ik heb het gezien, in 1993 waren er in het zuiden twee kleine kernen, namelijk bovenin, die dus onder water liepen. Ja. En toen zeiden ze, oh, dat is één keer in 100 jaar. Dat was een andere plek, hè? Ja, dat was Itter en Borgharen. Twee jaar later. Ja, twee jaar later in 1995 liep de tent weer onder water. Ja. Dan moeten we niet vergeten, dat nu hebben wij heel veel mee te maken met de klimaatverandering. Dus dat maakt het allemaal waarschijnlijker dan vroeger. Maar mijn vraag aan jou is, waarom bouwen jullie niet dijken, kleine dijken? Nee. Wij hebben dit, hè. Pas op, we hebben een heuvelland, het heet heuvelland, maar het is eigenlijk dalenland. Alle dorpen liggen allemaal in de dalen. Maar goed, op een paar navaals en zo, die liggen hoger, maar de meeste dorpen liggen in de dalen. En als het water naar beneden komt uit België, wat we ook meegemaakt hebben, dan loopt de tent daar onder water. Met deze wijze woorden wou ik het afsluiten. Wij komen graag op 7 januari bij u terug. Dan hebben wij aflevering nummer 2. 7 januari staat in het kader van het openbaar vervoer. En vooral ook in de kleine kernen. Maar dan zie ik u graag terug. En dan zie ik graag hier expertise aan tafel als het gaat op het openbaar vervoer in Nederland. Tot dan. Tot volgend jaar. Tijd voor anders. Tijd voor 50+. Meld u zich daarom juist nu aan als lid van 50+. Bel nu 0800 52 50 502.